Helemaal geweldig. Ja? Ja, absoluut. En waarom? Nou, omdat alles er is wat je nodig hebt. Echt een buurtchopper hier. Er moet veel meer bij. Maar wel dingen die we nodig hebben. Geen etensteenten, want die zijn er nou genoeg. En wij Spandammers eten thuis. Ik ben 6 weken geleden gestart hier. Ik had al een mozaïekstudio, al ik denk 1,5-2 jaar, gewoon vanuit huis. Ik woon in Amsterdam Zuidoost. Ik stond 1 keer in de maand op de Sunday Market hier om mozaïekspullen te verkopen, mijn eigen werk een beetje te promoten en om workshops te promoten. Wonen in Amsterdam Zuidoost is heerlijk, maar probeer er maar mensen naartoe te krijgen voor een workshop. Dat lukt over het algemeen niet. Dus toen dacht ik, ik ga het groter aanpakken, ik ga mijn baan opzeggen. Dat heb ik ook gedaan. Toen zijn we op zoek gegaan naar een mooi pand. Heel Amsterdam en buiten Amsterdam zijn we eens kijken. En uiteindelijk verliefd geworden op de Spandammerstraat. Salsement in de Zoutkamer is een winkel die gespecialiseerd is in zouten en voornamelijk zouten voor menselijke consumptie. Er zijn duizenden zoutsoorten en ik heb er hier pak een beetje 100 staan en ik importeer het zelf uit alle hoeken van de wereld. De bereikbaarheid van de winkel is hier heel groot, middels de ringweg. Hoef je alleen maar te halen, mijn weg af te rijden en je bent hier al. Voor de winkel heb ik altijd parkeerplek. Dat kan ik in de Haarlemmerstraat niet zeggen, zeker op zaterdag niet. Maar in die andere straten, dan moet je echt aan de 3.000-4.000 euro per maand denken. En dan wil ik best wel zitten als jij de huur betaalt. Ik vind het leuk. Hè? Ja, het is niet echt zo duur hier. Het is ook leuk om te wonen. Toen ik hier kwam en mijn winkel heb ingericht, hebben ze me hier heel goed opgenomen. Ook heel vriendschappelijk met ondersteuning, een theetje brengen en babbelen. En ik heb eigenlijk met best wel veel hier uit de straat een hele goede verhouding met die man van de Zoutkamer bijvoorbeeld. Met name verkoop ik vers eten, gezond en authentieke gerechten. Ik geef advies en verkoop van leuke producten, zodat je thuis ook zelf aan de slag kan. Ik wil eigenlijk dat mensen enthousiast zijn over dat eten, Aziatisch eten. Everybody for salsa level 2, second level. Salsa for Fun, dat is 10 jaar geleden gestart als salsa dansschool hier op deze locatie. Toen nog in partycentrum Bereik, een heel oud partycentrum. En daar huurden we een zaal en zijn we gestart met 3 avonden in de week. En na 3 jaar hebben we het overgenomen. We hebben het hier helemaal verbouwd, pilaren gemaakt. We hebben hier concerten van artiesten uit Cuba, New York, LA, uit Europa ook. Hele grote namen. We geven u 7 dagen in de week les. Er zijn bijna 1000 cursisten iedere week. We zijn ermee de grootste salsa en rueda school van Nederland. Ze komen voor de lol. En het is mijn taak en een beetje de magie om het zo te doen dat als ze bij me zijn, dat ik ze ontzettend veel techniek leer. Maar ze hebben het eigenlijk niet eens in de gaten, want ze staan zo te lachen terwijl ze die pasjes zo netjes staan te oefenen. Dat hebben ze helemaal niet in de gaten. Je gaat helemaal vanzelf. Die gaan lachen naar huis. Die komen met een smile de volgende week weer terug. Ze zijn blij met mijn komst hier. En dat voelt ook zo. Ik voel me hartstikke welkom. Dat is fijn.